Welkom op deze video. In deze video ga ik Ubuntu 16.04 LTS downloaden. Ubuntu 16.04 LTS is gisteren gereleased. Dat is op 22 april 2016 gebeurd. Het is vandaag de 23e en ik ben heel erg benieuwd wat Ubuntu 16.04 LTS te bieden heeft. Dus ik ga snel verder met het downloaden van Ubuntu 16.04 LTS. En ik maak me hier meteen een video over, zodat iedereen Ubuntu 16.04 LTS kan downloaden en uitproberen. Ik druk op Get Ubuntu 16.04 LTS. Ik ga naar Ubuntu Desktop. Dat is de versie die we willen downloaden. Er staat hieronder nog wat over de systeemvereisten. Je hebt al aan een 2 GHz dual core processor genoeg. Heb je een betere processor, is natuurlijk altijd mooi. 2 GB geheugen heb je nodig. Je hebt vrije diskruimte nodig van 25 GB. En je moet een DVD-drijf hebben in je computer of een USB-poort om de media te kunnen gebruiken om Ubuntu te installeren. En uiteraard, internettoegang is altijd een praktisch. We gaan verder met download. Ik druk op download en je kan hier nog wat opties selecteren. Daar moet je voor betalen. Dat gaan we nu niet doen. Ik ga meteen verder met de download. Nu zal de download gaan beginnen. Hier zie je het al verschijnen. We gaan deze ISO-file downloaden en ik druk op save. Nu is het downloadproces begonnen en dat duurt ongeveer 5 minuten. Het is nu bijna 10 uur, dus zo rond 5 over 10 moet de download voltooid zijn. En daarna gaan we verder met het controleren van de download. Dat ga ik in de volgende video laten zien hoe je dat moet doen. Uiteraard is het heel erg belangrijk. Kijk, deze file, de Ubuntu ISO-file, is eigenlijk de bron van de installatie van Ubuntu. Je kan je voorstellen dat het heel erg belangrijk is dat deze ISO-file ook werkelijk 100% goed is. En dat gaan we in de volgende video laten zien hoe je de ISO-file kan controleren. Doe dat ook. Controleer altijd je gedownloade ISO-file, omdat dat de bron is van je besturingssysteem. Ik ga nu de video eigenlijk wat versnellen. Hij gaat nu 10 keer zo snel als normaal. En het downloaden, dat gaat ook vrij rap nu. Het lijkt heel snel te gaan, maar in werkelijkheid duurt het 10 keer zo lang. Ongeveer 5 minuten heb je nodig om een Ubuntu ISO-file te downloaden, omdat het ook een vrij groot bestand is. Nogmaals, controleer vooral even de download van Ubuntu. De download is bijna klaar. Nog een paar ogenblikjes en dan kunnen we verder. Wat ik al eerder zei, de download moet zeer zeker even gecontroleerd worden. En dat gaan we in een volgende video behandelen. Er wordt een veiligheidsscan uitgevoerd. Nou, dat is wordt altijd gedaan bij een download, dus dat is helemaal goed. Maar dit is de officiële website van Ubuntu, dus er is niets aan de hand. Deze file is gewoon helemaal goed. Prima. Dit is de folder van de downloads. Je ziet hier de download staan. En we gaan nu de download voltooid is, gaan we de download controleren op eventuele downloadfouten. En dat ga ik in een volgende video laten zien. Abonneer je zeer zeker even op dit videokanaal. Er komen nog meer video's over de nieuwe versie van Ubuntu. En bedankt voor het kijken. Deel deze video even met iedereen, zodat iedereen kennis kan maken met deze fantastische versie van Ubuntu. Tot
tot de volgende video.